We packed our bags and hit the road. Chasing dreams and stories yet untold. Yeah, yeah. Through the mountains and the rolling streams. Where hearts less among the Nordic dreams. Living our dream in the hills of Sweden. Every day feels like we're living. Gelukkig heeft Indy hem nog niet gezien, maar hij zal hem wel ruiken, denk ik. Klein even door. Die grote, die ruikt hem ook. Je weet niet welke kant hij op is gegaan. Hij heeft zich hier ergens verstopt. Hij zal wel achter de stenen zitten ergens. Hij zit ons absoluut te kijken. Ik weet alleen niet waar. Goedemorgen allemaal. Hallo. Goedemorgen. Het is van dat fantastische weer. Ja, goed weer. Echt lente weer. Het is vandaag 22 maart. Lente. Eén dag lente. We hebben denk ik alleen niet genoeg betaald of zo aan de weergoden. Geen idee. Te weinig offers gedaan. Het is guur en nat en Geertje en ik, tenminste Geertje had bedacht dat wij vandaag maar eens een gerookt visje moeten gaan eten. Dus dat gaan we doen, Geertje. En ja. We rijden daarvoor naar de oostkust, naar Nabbens Fiskok Reukerie. En als we er zijn zal ik jullie dat laten zien op de kaart, zodat jullie weten waar die ligt. We zijn er al een paar keer geweest en het is een hele leuke plek, sowieso. Oh, uitwisselen. Je kan je niet verwisselen. Je kan ze niet verwisselen. Huh? Je kan ze niet verwisselen. Even een nieuwe halen bij de Bieltema. De Bieltema. Bieltema. We gaan even naar de Bieltema. Even een ruitenwisseltje halen eerst. Komt wel goed, schatje. Nou, je ziet niet echt veel. Oké, okay, dat is nieuw. Hij is kapot gevroren dan. Maar Geer rijdt niet naar de Bieltema. Een ruitenwisseltje is nodig. Het is voor het eerst dat we echt regen hebben. Flinke miezer. Dus we rijden eerst even naar de Bieltema. Helaas pindakaas, maar het is nou eenmaal zo. En van daaruit rijden we naar de oostkust. Hè? Nou, die kunnen we daar ook even tanken. Ja, kunnen we daar ook even tanken. Klopt als een zwerend vingertje. Wat zeg je? Het klopt als een zwerend vingertje. Yeah man. We hebben uiteraard onze crew bij ons. De doggy crew. We hebben ze de tekenbanden alweer aangedaan. Omdat het gisteren best wel lekker weer was. Ik heb een uur of twee gewandeld gisteren met ze. Een lange route gedaan van een kilometer of... Ja, ik denk tussen de 8 en de 10 kilometer. Hey, Binky! Hallo gast! Ze hebben dus hun mooie tekenbanden weer om. Ja, hij heeft nu twee banden. Hij heeft zijn wandelbandje en zijn tekenbandje op. En ik heb een vraag aan jullie, hondenliefhebbers. En misschien ook wel kattenliefhebbers. We zijn op zoek naar een tag. En, die we aan de riem kunnen hangen van Binky vooral. Waarmee we hem kunnen volgen. En nou kwam Steve met een tag van, want wij hebben Samsung telefoons, van Samsung. Dat is een Bluetooth tag. En dat is eigenlijk niet wat we zoeken.
Want Bluetooth gaat maar een meter of 300 en dan is het over. Het voordeel van die tag is wel dat als iemand anders met een Samsung langs Binky zou zijn gelopen of in de nabijheid zou zijn van Binky, dat die Samsung ons een seintje geeft waar die uithangt, mocht die weglopen. Alleen wonen we midden in het bos en er is geen enkele eekhoorn of eland die een Samsung bij zich heeft. Dus dat is voor ons niet zo handig. Nou. Dat voor deze tijd? Dat voor deze tijd, ja, het is niet modern. Willen jullie opletten daar vanaf de achterbank? Maar goed. Dus we zijn op zoek naar een tag die op wifi gaat of GPS in ieder geval heeft. Maar zonder peperduur abonnement. Want die abonnementen van die dingen, die zijn echt walgelijk. Dat is super duur. In feite hebben we dus een simkaartje nodig dan voor in de tag. En nou hebben we wel een familieabonnement waarbij we recht hebben op een simkaartje. Maar ja, dat moet gewoon ook los kunnen. Er moeten systemen zijn die dat niet gebruiken. We hadden er een gevonden. Nou ben ik de naam ervan kwijt, maar dat maakt ook niet uit, want het bedrijf bestaat niet meer. Toen wij de allerlaatste tag in Zweden kochten van die gasten, bleek die gebruikt te zijn en konden we hem niet meer registreren. Er werd gezegd dat we contact moesten opnemen met de eigenaar. Ik dacht dat ik dat was, toen ik hem kocht in de winkel, bij de Eelgiganten. Maar nee dus. En toen bleek achteraf dat de fabriek failliet was. Dus daar hadden we niks aan. Uiteraard hebben we ons geld terug gehad. Maar ja, dan. Dus wie weet weten jullie wat. Laat maar horen. Wij staan open voor... 500 meter. Sla linksaf. Wij staan open voor suggesties. Wij gaan niet linksaf, want nu wil Mappie ons naar de viskreukerie sturen. Maar we gaan eerst even een ruitenwisserblad halen en even tanken. Zien jullie zo. Sla linksaf. Neem huts. Neem huts. Jerry to me, a couple like no other in the hills of Sweden. They found their secret cover with cameras in hand. They capture every scene, sharing their lives, making us believe. Het is trouwens nieuw dat we van niemandsland naar niemandsland rijden. Volgens mij zit Poetin met zijn kluiven aan de knoppen. Heeft hij een slecht humeur? Dacht ik, kom, laat ik eens even het GPS-signaal verstoren. Het is trouwens een tipje van ons, want blijkt dat dat wel gebeurt trouwens. Dat GPS-signalen verstoord worden. Mocht je nou plannen om lekker met je campertje te gaan zwerven en je hebt een route in je hoofd, download thuis dan die mappen in Maps, zodat je ze offline hebt. Dus mocht je ineens een storing hebben in je GPS-ontvangst, dan heb je in ieder geval offline je kaart staan in je telefoon of in je navigator. Navigator zal je kaart wel hebben, denk ik, maar als je zoals wij met je telefoon navigeert met Google Maps, dan is dat echt wel slim om te doen. Ik heb vorig jaar, toen ik in mijn eentje naar Nederland reed en door de Ardennen en Duitsland terug naar huis, heb ik dat ook gehad in België. En dan was ik ineens offline. Ik vond geen enkel punt tok. Sorry. Ik vond geen aansluit meer op welk netwerk dan ook. En toen ik dat wel had, heb ik direct mijn hele route offline gedownload. Dus ik kon, storing of niet, gewoon naar huis rijden. Die kaarten worden bewaard in jouw Google Maps geheugen, zoals dat heet. En je geeft ze ook een naam, als je dat wil. En op een gegeven moment, na een half jaar, dan zou je ze weer even aan moeten klikken om ze nog actief te houden. Anders gooit Google Maps ze weg. Volgens mij een belangrijke. We gaan weer door met kijken naar de beregende ruit. Zo mooi. Zo mooi. Jerry to me, a couple like no other in the hills of Sweden. They found their secret cover with cameras in hand. They capture every scene, sharing their lives, making us believe. Morning coffee
And a walk by the lake, the laughter echoes, no frowns to fake. Hiking through forest, exploring new trails, their daily vlogs, a glimpse behind the veils. Living the dream, capturing life's grand scheme. Gerard and Lean, vlogging our days, it seems. From sunrise to sunset, they show us it all. A love that's real, every vlog's enthralled. Op de een of andere manier krijg ik inderdaad de kaarten niet geladen. Ik heb wel gewoon internet, maar Google Maps doet heel vervelend. Het is sowieso aangegeven door Zweedse media dat Poetin inderdaad GPS-signalen verstoort. Dus ik vraag me af of wij daar inderdaad last van hebben. Hier zie je hem. En dat is Rookerie en Fisk. En dit is het adres. Fiskarwegen 2. 380 52 Timmernabben. Dat is het startje en dat is de postbureau in Zweden. Ik zal het internet even een opdracht geven. Nabbens, Rookeri och Fisk, zo heten ze. Het valt nog steeds bij Småland. Sinds 1920 hebben ze visbereiding daar. Ze hebben een hele goede winkel en een restaurant eraan vast. Uiteraard niet goedkoop, maar dat is geen enkele viswinkel hier. Een Polsk buffet. Kijk eens even wat je betaalt. Ruim €40 per volwassene. En dit is een mailadres en een telefoon. Nou, die daar willen we heen. Maar ja. Ik heb Mappie de opdracht gegeven om alle offline kaarten te updaten. Ik zei, je moet ze even aanzetten, maar dat is niet voldoende. Je moet ze updaten, want anders dan verwijdert hij ze. Ik heb er nog aardig wat in staan, zag ik. Een aardig lijstje. Maar dat geeft niet. Ze komen altijd weer van pas. Het is echt een bende hier nou. Er komen al aardige gaten hier. Oh, ze hebben het weer verlegd nu. En de paal in het midden weggehaald. Ja, ze dwongen mensen door de gaten in het gruis heen te rijden. Nou. Nou. Dat is niet wijd. Le bil thema voor een ruitenwisser. Jullie wel even laten zien hoe dat werkt. Tot zo. Zijn we weer. Bij de wielthema. Wielthema. Ze zijn het aan het verbouwen, dus de ruiten zijn afgetimmerd hier. Dan gaan we even op zoek naar een terminal. Een computertje waar we het kenteken intikken en dan weten we welke we moeten hebben. Ik zal het systeem laten zien. Dat is wel heel mooi. Wat wil je? Dit is beeldthema en dan heb je hier het kenteken. Jullie kennen ons kenteken MX Griekse I 502. Zoek. Dan komt hij met onze auto en dan kun je kiezen wat je nodig hebt. Nou, het torqueblad, dat staat hier. Dan hebben we er twee. Deze is 16 inch en deze is 22 inch. Die moeten we hebben.
Die kost 5 euro. Het is 550 mm. Het artikelnummer is 58443. 58443. En hier vind je dan de artikelnummers 437, 438. Het moet er ergens hier zijn. 441, 443. Dat is deze. Dat is hem. Dat doen. Dat is hem. Ja, hier staat het artikelnummer. Klaar met Kees. Klaar met Kees. Klaar is Kees. Maar ja. Laat me eruit wissen. Die moeten we hebben. 48 of 49 kronen. 5 euro. 5 euro. Mooi. Na. Het systeem heeft zichzelf uitgelogd zodat je gegevens niet blijven staan. Heel simpel, heel makkelijk. Op naar de kassa. Betaald. Mooi. Zo, nou gaan we naar de Oostkust. Ik weet niet of jullie ook zo'n soort systeem hebben in Nederland. We wonen hier natuurlijk al 12 jaar. Dus geen idee wat er inmiddels ontwikkeld is in Nederland. Het lijkt me wel. Oh, het is hier lekker goor, die auto. Hey man. Brrr. Wedden dat hij zo gaat zeggen. Hetzelfde. Zo simpel is dat. Zo, daar zei je. Zo. Jammer. Ja. Je hoeft er niks te doen, zei je. We gaan weer weg. Ja, we hebben hier een grote prullenbak, dus breng hem wel even weg nog. Right, had je de auto al geopend? Nee, maar dat ga ik nu doen. Dat kan ik alvast zien. Thank you. Zo. Tot zo. Zo, tot zo. Hey, bijrijder. Hey, bijrijders. Bijrijders. Lulloos. Zijn we weer. Kijk, die wist. Hij doet het. Hij doet het. Mooi. 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 Nou, en op naar de vis. Ja, vind ik ook. Dan moet je daar die gaten in, man. Dat is allemaal heel dom gemaakt. Allemaal kapot gereden al hier zo. Ja, dat is natuurlijk een veelbezochte winkel. Wat trouwens gaat gebeuren is natuurlijk dat de Jula heel veel klanten gaat wegpikken van Bielthema. Daarom is Bielthema ook aan het uitbreiden. Jula is een zaak die ook heel veel van dit soort spullen verkopen. Die verkoopt. Het is één zaak. Die heeft ook een autoafdeling die natuurlijk niet zo uitgebreid is als die van de Bielthema. Jula verkoopt ook gereedschap, zoals de Bielthema. Werkkleding, zoals de Bielthema. En andere zaken die te maken hebben met vrije tijd en tuin. Dus dat zijn flinke concurrenten van elkaar. En ze komen nu dus op één parkeerterrein te zitten met elkaar. Mappie staat aan. Ze heeft geen klitsjes meer. En de ruitenwissers doen het. Op naar de vis. Here we are, Gerard and Lien in the Swedish hills. Vlogging every day, sharing all our thrills. From sunrise to sunset. We capture every moment, living life together. Our love is never dormant. Exploring forests and trails, hand in hand we roam. Building our homestead, making it our own. Through laughter and tears we face every feat. Every adventure, our hearts skip a beat. Come along, join us on our journey through vast landscapes and rivers so serene.
adventure, living our dreams. We zijn er. Timmernabben. Nabbens Fisk ook Reukery. Keer hierom. We zijn niet enig. Boutique ook restaurant. Here we are, trodden lane in Swedish hills, vlogging every day, sharing all our thrills, sunrise to sunset. We capture every moment, living life together. Our love is never dormant, exploring forests and trails, hand in hand we roam, building our homestead, making it our own. Through laughter and tears, we face every fear, every adventure, our hearts skip a beat. Here we are, trodden lane in Swedish hills, vlogging every day, sharing all our thrills, sunrise to sunset. We capture every moment. Zo, het zit goed vol daar. Ja. Living life together, our love is never dormant. Living our adventure, living our dreams. We hebben hier allemaal lekkere dingetjes gehaald. Het ziet er allemaal heel goed uit. Dus, gerookte laksfilet, dus salm. En bokking en makreel hebben we gehaald, allemaal gerookt. En salade. Gaan we zo voor. Gaan we zo even eten. Heerlijk. Oei, verloot. Great. Het is super druk in het restaurant, dus daar kan ik niet filmen. Maar jou kan ik wel filmen. Oeh, lekker, lekker, lekker geertje. Lekker wel. Ik heb wel honger. Echt wel, ik ook. Eten. Gaan we eten? Yes. Nou, dat ziet er... Nou. Wat nou? Nou. Het ziet er lekker uit. We gaan naar de kloosterruïne die we onderweg zagen. Precies. Ik weet niet precies waar die ligt, maar we komen er langs. Dus tot zo. We zijn op zoek naar een plekje waar we even kunnen lunchen. Geer is een zijweggetje ingereden.
leuke stulpjes allemaal hier. Nou, nog een plekje waar we even parkeren kunnen. Leuke stulpjes, jongen. Ze zijn velden al hartstikke groen hier. Deze dan niet, maar de achterlachter eentje, die was echt knalgroen. Je merkt toch wel aan de kust hier dat het een heel stuk zachter is, hè, dan bij ons. We zitten natuurlijk hoger. Was dit hele leuke plekje. Strömsrum heet het. Alles is privaat. Nou. Het ziet eruit als een parkeerplaats. Ik weet alleen niet of je erop mag hier. Daar niet? Nee, nee, mag niet. Jelle Eibehörig trafiek, dat zijn we niet. Dus helaas, we kunnen hier niet staan. Parkeerplaats gemaakt voor bezoekers. Het is jammer. Pasta salade met laks. Lekker. Proost. Eet ze. Yeah, zonnetje. Yes, ik zit vol. Ik heb dan zelfs de pasta nog laten staan, de vis eruit geplukt en de groenten. Maar ik zit wel vol. Dat was lekker. Nu rijden we even. Ik zal even zo filmen. Hallo. En mijn microfoon zit in mijn tas, sorry. We rijden even naar IKEA in Kalmar. En we moeten namelijk een hoeslaken hebben voor over het matras. Schoentjes voor Geer, niet bij IKEA, maar er zal ongetwijfeld wel een schoenenzaak zijn daar. Zien jullie zo. Later. Later. Over 600 meter, neem de afslag rechts. Daar? Bauhaus, Power. Bauhaus, inderdaad. Bauhaus, dat is ook een mooie natuurlijk, hè? Bauhaus, dat is Duits toch? Hoi, hoi. Verlaat de rotonde en sla linksaf. Nou, mooi. Nou, mooi. Ja, nou, leuk. Mooi, mooi, mooi. Ik kan je gewoon niet afzien. Nee, inderdaad. Goedsmotorkning. Parkering, wat is er met parkering? Oké. Okay. Right. Ingong. Niet zo druk als in Tjeuken. Nee, het is helemaal niet druk hier. Er staan uiteraard campers. Ja. Beetje hier zo in het zand. Voelen we ons een beetje thuis. Je bestemming bevindt zich aan de rechterkant. Oh, nou, nee. Weet je dat nou? Dat was me nog zo. Oké, tot straks. Later. Hallo. We hebben heel Hansa City gehad hier. Hallo, Vicky. Kom je op schoot zitten, jongen. Dat kan. Zo. We hebben van alles gekocht. Geer heeft nieuwe schoenen en
Dat hebben we eigenlijk nog meer gekocht. We zijn bij IKEA geweest, hebben de halve winkel geplunderd. We gingen voor een vilt of zo. Een beetje nepbond in de draadstoelen die we pas hebben gekocht voor in de kelder. En we zijn overal voor geslaagd, behalve daarvoor. En toen vonden we bij Jusk vonden we wel iets wat een beetje leek op wat ik wilde hebben. Gewoon een sprei heet dat, geloof ik. Dus die snit, zo. Die knip ik door midden en die naai ik wel gewoon in twee stukken. Dus dat komt wel goed. Maar we zouden nog een hele wandeling gaan maken. Het is inmiddels, denk ik, over vieren. Dus we gaan naar huis en dan gaan we lekker daar wandelen met de hondjes. Dan zijn we gelijk thuis. Dus ik film waarschijnlijk nog wel een paar stukjes onderweg. En dan zien we elkaar straks. Of als dit een volle is, dan zeggen wij ciao. Bye bye. Bye bye. Kwart over vijf. Nee, nog niet. Nou, je gaat even lekker eten. En dan gaan we dit ook nog even bekijken. Het is een klosterruïne. Oftewel een ruïne van een klooster. We gaan even lekker eten. Hè, Geertje? Gewoon doen. Chop chop. Wie er honger is. Chop chop. Tot zo. Dit is cashewkip. Want eten is wel lekker. Ik wonder of jullie erin kunnen kijken. Cashewkip. Eten. Oh. Nou. Kijk nou, joh. Det är förmiddag en söndag i juni månad 1759 i torpet Sjömålen.
som lyder under överstebostället Kronobäck. För att få bruka marken och torpet måste man göra 140 dagsverken per år på överstebostället. Samtidigt som man brukar sin mark och sköter sina djur. Som är en ko, en gris, ett får och sju höns och några katter. Kronobäck var en mycket stor egendom. Den sträckte sig från Oknabäcks by i norr till Långnäs i söder och från Tålebo by i väster och en bit ut i Östersjön. År 1759 fanns inom egendomen 9 skattefria torp. Skattefria torp. I samband med indelningsverkets inrättande år 1680 blev Kronobäck översteboställe för Kalmar infanteriregemente. Läs mer om indelningsverket på anslagstavlan som finns om hörnet till vänster. Leuk gemaakt. Het is alleen met het voorbijrazende verkeer nogal moeilijk te verstaan. Is het lang voldoende? Ja. Hoe grappig dit zo. Moet je eens kijken, die steunbalk erin. Wordt heel snel donker, zeg. Het is bijna niet meer te zien. Maar het is wel een leuke plek hier even te wandelen. Ik zag trouwens ook een toilet. Dus eens kijken of die open is. Oh, hij wil echt alle kanten op. Alles ontdekken. Nou, dit was wel gaaf. Ontdek je plekje. Ontdek je plekje. Ik hoop dat jullie het leuk vonden met ons mee te gaan vandaag. We zijn naar de visrokerij geweest in Timmernabbe aan de oostkust. Daarna zijn we naar Kalmar doorgereden. Dat hebben we wat boodschapjes gedaan. En nu staan we waar we gegeten hebben. En dat is bij de klosterruïne, oftewel de kloosterruïne. En dan gaan we naar huis rijden, maar het wordt donker. Ja. Dus er valt niet zoveel meer te filmen. Denk het niet. Nee. Dus we zeggen vanaf deze plek in het halfduister. Tot de volgende. Tot de volgende. En like alsjeblieft de video. Dat helpt ons enorm. Als je nog niet geabonneerd bent. Nou, doe dat dan alsjeblieft. Het is gratis. En ben je niet tevreden, krijg je geld terug. En vergeet het belletje. Vergeet het belletje niet. Tingeling. Later. From the midnight sun to the sparkling lakes, we're singing our songs in the earth and shades. In the land of the midnight sun, where the mountains touch the sky, we're living our lives, feeling so alive. In the highlands of Sweden, we're living it. In the highlands of Sweden, we're living it. Up in the highlands where the rivers flow.